Rotterdam heeft de primeur. Vandaag gaat de eerste zware vuilniswagen de weg op. Die volledig overigens op elixie... Peter Witvliet, goedemorgen. Ja, goedemorgen Ruud. Wat zeg ik, op elektra rijdt of elektriciteit? Wat moet ik zeggen? Nee, het is een hybride voertuig. Dus tot 20 kilometer per uur rijdt hij elektrisch. Oké, okay. En hoe ziet een hybride voertuig vuilniswagen eruit? Het is een wagen die er eigenlijk uitziet als alle andere vuilniswagens. Dus uiterlijk ziet er niet zoveel aan. Het enige verschil is dan dat hij erg stil is. Als hij tot 20 km per uur rijdt, maakt het natuurlijk weinig herrie. Maar ik hoor trouwens net dat je zelf ook wel eens op een vuilniswagen hebt. Ja, een paar weken geleden met Jeroen samen. Maar dat is toch ook heel gevaarlijk als je een vrachtwagen niet hoort aankomen? Nou, dat valt wel mee, want die achterlader, dus datgene wat er bovenop staat, dat verwerkt het vuil, dus dat maakt dan toch nog wel wat herrie, hoor. Ja. En dan lopen er natuurlijk altijd mensen omheen. Peter, denk je dat we het ooit nog gaan meemaken dat zeg maar zo'n biobak gelegd wordt in de vuilniswagen en op het moment dat die auto uitgereden is, dat het dan verteerd is? Ja, het is een heel mooie gedachte en maar al vaker geopperd, maar ik denk dat dat nog wel erg ver in de toekomstmuziek ja, is. Ja. En hoe wordt de vuilniswagen opgeladen? Samen dan met de batterijen en gaan die dan in de. Moet je de auto dan, zeg maar, als die uitge. Die auto moet dan in de biobak of hoe gaat dat? Nee. Het is allemaal wel eenvoudiger. Als je rijdt, dus het rijdende gedeelte, dus het onderstel, de Volvo-truck, die wordt gewoon opgeladen terwijl je rijdt. Dus als die boven de 20 km per uur komt, dan gaat er een overigens veel lichtere motor gaat bij. En die laat die accu's bij weer. En bij het remmen wordt de remenergie ook gebruikt om de accu's op te laden. De ja, goed, opbouw... Maar die auto zit vol accu's, dus als je die auto zat bent, ja. dan moet die in de batterijbak. Dan moet die, zo zou je het wel kunnen zeggen, ja. Ja. Overigens zijn die batterijen allemaal wel weer recyclebaar. Dat wel. Lithium-ion batterijen voor een groot deel. Ja. Oh, ja. Overigens, de opbouw moet wel s'avonds aan de stekker. Oh, dat wel? Ja, dat wel. Want die opbouw die, is voorzien van andere accu's. Dat zijn zware verbruikers. Ja, maar dat... Wij gaan wel ook wel eens uit onze stekker, dus daar schrikken wij niet van. Wij zijn ook zware gebruikers. En wat vinden de mannen zelf van de nieuwe vuilniswagen? Is dat een stoer ding? Of wil je liever op een zware diesel rijden? Ja. Het is zo dat er is erg veel belangstelling voor die auto om te rijden. Het is natuurlijk toch weer een primeur, want volgens mij is het mondiaal is het nog niet eerder vertoond dat zo'n zwaar voertuig in een hybride uitvoering komt. Dus dat is altijd erg leuk om daar, want dat trekt veel aandacht. Dat staat er ook overigens heel erg duidelijk op. We hebben die auto een hele aparte styling ook gegeven. Dus hij valt erg op. Maar je weet, het woord hybride heeft de laatste weken een nare bijsmaak gekregen door onder andere Toyota. Ja, waar een ongelukje gebeurde toen de remmen van deze Prius bleven hangen. Ja, die auto. De Prius. Maar ja, dat heeft niet zozeer met het hybride gedeelte te maken, meer met andere technieken. Dus de hybride techniek is wel goed van Toyota. Ah, oké. Okay. Maar het kan niet zo zijn dat die vrachtwagen ineens 140 gaat rijden en niet meer zachter kan, zoals van de week gebeuren. Nou, als dat zo is, dan kunnen we er ook mee naar de truckraces. Maar nee, dat zal gaan gebeuren, nee. Zeg, waar kunnen mensen deze vrachtwagens tegenkomen? Deze milieuvriendelijke vuilniswagens? Nou ja, eigenlijk al in Nederland, alleen nog in Rotterdam, hè? Ja, alleen in Rotterdam. Dus ja, Rotterdam gebeurt het. Ja, in Rotterdam gebeurt het. En Londen en Parijs hebben er ook één lopen van dit type. Dat zijn nog proto's, dus die gaan we 2 jaar gaan we die uittesten. Ja. En dan gaat Volvo besluiten of ze eventueel die dingen ook in de productie gaan nemen. Mag ik ontzettend bedanken en een hele fijne dag. Veel plezier ermee vandaag. Dankjewel. Oké, dag. Tot zover.